Op eerste paasdag overleed de priester en dichter kort nadat zijn dochter Treintje hem had toegezongen vanuit de Dominicuskerk. Met zijn werk had hij grote invloed op het kerkelijk leven en het koningshuis. Je moet koren oprichten, grote en kleine, en mensen leren zingen. Jij hebt gesproken tijdens de bijzettingsplechtigheid van prins Klaus. Jullie kennen elkaar echt goed. Ja, we dachten toch wel heel erg parallel over heel veel dingen. Op Koninginnedag van dit jaar keken wij op zijn kamer in het AMC naar het bezoek van de koninklijke familie aan Hogeveen en Meppel. Daar zijn ze, zei hij. Moet je ze zien? Ze doen het goed. En daar stond ik, wees hij. Dat was mijn plaats, naast haar. Hij straalde. Maar is dat ook ironie dat bij wijze van spreken bij de uitvaart van Huub Oosterhuis zijn eigen liederen niet gezongen hoeven worden? Oh, dat hoeft niet, maar ik ga er niet over. Nee, ik ga niet zeggen dat bijvoorbeeld of dat. Nee, ze weten wel wat ze moeten doen, hoor. Ja, precies. Ja. Dankjewel. Ja, Mark van Dijk, biograaf van Huub Oosterhuis. Je hebt een boek geschreven, De Paus van Amsterdam. Zeggen wij De Paus van Amsterdam hier aan het werk? Een aparte titel wel, toch? Ja, die titel heb ik wel gekozen, maar de naam heb ik niet verzonnen. Nee? Het was een naam die ik aantrof in oude artikelen. En hij werd dus wel eens zo genoemd. En ik zocht al heel lang naar een titel toen ik aan het boek werkte. En er waren allerlei bijnamen, zoals de bisschop van Amsterdam ook. En nog meer van dat soort dingen. Maar waarom? Maar toen ik dat las, dacht ik, dat is het. Want een bisschop, die heeft nog iemand boven zich. Namelijk kardinalen en een paus. Maar Huub had niemand boven zich. Omdat hij uit die katholieke kerk eigenlijk getreden is. Ja, hij had een conflict met zijn kerk. Maar wilde doorgaan met wat hij aan het doen was. Mm-hmm. Dus die kerk die er al was, een studentenkerk, heel progressief in Amsterdam in de jaren 60. Gewaden werden verruild door pakken en stropdassen. Er moest Nederlands gezongen worden in plaats van Latijn. Er moest begrijpelijke taal gesproken worden in plaats van mysterieus adoratiegedoe. En daar past het in. Hij ging daarmee door en had zijn eigen kerk. En daar was hij eigenlijk gewoon paus. Het is natuurlijk wel iets. Het heeft een beetje een ironie. Hè? Het is niet zo ernstig bedoeld als zijn pauselijke heiligheid. Maar hij vond het zelf wel leuk. Mensen denken altijd dat het heel beledigend was. Maar hij vond het zelf wel een leuke bijnaam. Ja, wat heeft hij betekend voor de kerken in Nederland in het algemeen? Zeg maar los van zijn eigen kerk. Nou, heel veel. Ik denk dat er weinig mensen zijn die te vergelijken zijn met de bijdrage die hij geleverd heeft voor zowel de katholieke als de protestantse kerk. Daarin werd zijn werk gebruikt. En nog. Elke zondag. En ook op allerlei andere uren door mensen die de kerk al lang verlaten hebben. Ja. Maar iemand moeten begraven en een goede tekst zoeken. Ja. Die komen al heel snel bij Oosterhuis terecht. Ja. Honderden teksten. 50 boeken. Ze worden zo breed gebruikt. Ja. En dan gaat het vooral op de manier waarop die teksten gebruikt worden. Hè? Waarop zeg maar, hij mensen wist te raken door taal in te zetten. Wat was daaraan zo uniek? Ik denk dat de taal dichterbij was dan veel kerkelijke taal. Kerkelijke taal schept vaak een soort afstand, dogmatisch. Mm-hmm. Het herhalen van geloofsformules die je dan maar weer opdreunt. Ja. Door mijn grote schuld. Dat gaat maar door en het is altijd hetzelfde en je luistert er eigenlijk niet naar. Terwijl als Oosterhuis het schreef, dan ging als het ware je oren gespitst van dit lijkt wel over mij te gaan. Of over nu. Ja, dan had hij ook nog zo'n dictie. Dus in die zin snap ik de paus van Amsterdam ook wel. Want hij had iets monumentaals. Hè. Hij kon bij wijze van spreken ook een boodschappenlijstje voorlezen. En dan was het nog alsof je naar een gedicht zat te luisteren. Ja. Maar zijn taal was ook heel nabij. Hè. Dus en sommige van zijn liederen die zijn ook door zijn dochter gezongen. En dan hoor je opeens een liefdeslied. Maar het is eigenlijk bedoeld als een liefdeslied voor God. Maar je kunt het ook horen als een liefdeslied aan een mens. En delf mijn gezicht op, maak mij mooi. Ja, dan heb je het over een hele religieuze verbeelding die heel erg naar binnen gaat en intiem is. Van welke kerk was hij nou uiteindelijk? Of alleen van zijn eigen kerk? Want die katholieke kerk heeft hem niet meer in genade aangenomen. Nee. Nou ja, en zijn werk wel, hè?
Dus zijn werk is van begin af aan omarmd. Ook in de katholieke kerk, juist. En nog steeds. Ja. Dus ik geloof de top van de katholieke kerk in Nederland heeft onaardige dingen over hem gezegd. En dan zei hij terug, maar ze zingen wel mijn liedjes in die kerk. Sterker nog, de bisschoppen die hem veroordeelden op een gegeven moment, of die in de jaren, begin jaren 2000 heel erg kritiek op hem hadden, die zijn allemaal gewijd met liedjes van hem. Ja. Daar is toch een soort ironie in. Ja, het is onuitwisbaar. En ik denk dat er in zo verschrikkelijk veel kerken liederen van hem worden gezongen. En ook dat het heel bijzonder is dat... Ik las vandaag nog ergens een quote over dat hij in de polarisatie zo'n rol zou hebben gespeeld. Wel, ik denk, er is geen katholieke dichter die in zoveel protestante kerken zo is verstaan. En dat komt ook omdat hij, behalve dat intieme en dat theatrale van het katholieke geloof, had hij ook dat echte bijbelse en dat profetische. Hè? Dus hij heeft ook bij de SP, is hij lijstduwer geweest. Dus hij stond er ook voor een geloof dat de armen tegemoet wilde komen. Ja. U bent pastor van de Dominicuskerk in Amsterdam. En daar was op de eerste paasdag, dus gisteren, zong daar zijn dochter Treintje zijn liederen bij jullie in de kerk. En het schijnt dat hij vlak daarna heen is gegaan, hè? Ja, ik weet niet hoe lang daarna. Ik heb in de nacht het bericht gekregen van zijn vrouw. Maar het is heel bijzonder. Het zegt volgens mij ook iets over zijn wilskracht. Oh ja? He, dat je dus, hij is geboren, daar kan hij niks aan gedaan hebben op Allerheiligen. Op 1 november. En hij is gestorven op Pasen. En dan kreeg hij ook nog eens zijn eerste zoon, Tjeerd, op eerste kerstdag. Oh, nee. Ja, het is niet te geloven. Jij ziet er altijd van God in. Ja. Ik zie niks. Ik zeg alleen maar wat er gebeurd is. Dat is ongelooflijk. Ja. Nou, maar dit zo dat je op Pasen... Dus het Pasen is het feest van het je toevertrouwen aan de dood, in het vertrouwen dat er toch steeds nieuw leven komt. Zoals dat in de lente gebeurt, zoals dat in ons gebeurt. En zijn dochter zong bij ons een concert. Dat had ze gevraagd. Afgelopen en wij zeiden, ja, dat is goed. Dat was afgelopen zondag. Afgelopen zondag natuurlijk, Dus na onze paasviering werd de kerk omgebouwd en heeft zij gezongen. Ja. En eigenlijk heel veel religieuze liederen geëindigd met een paaslied. Dan zal ik leven. Ja. En hij heeft dat in ieder geval nog gehoord en gevolgd. En hij is niet lang daarna overleden. Die beelden hebben, laten we daar maar even naar kijken. Ze vertelde aan het begin dat zij dus als kind ook daar tussen de pilaren heeft gespeeld en zo. Dus Huub Oosterhuis was met name verbonden aan de Ecclesia, de studenten-Ecclesia. Maar dit was eigenlijk ook het iets grotere podium, ietsje verderop. Wij zijn het iets jongere zusje. En zijn teksten zijn bij ons eigenlijk tot wasdom gekomen. Ja. Ja. En het is een grote rol speelde hij ook bij de koninklijke familie, hè? Ja, nou ja, een grote rol. Een bijzondere rol. Hij had zeker een goede relatie met koningin Beatrix destijds en prins Klaus. En ook zeker met prins Friso en Mabel. Ja. Maar spreekt eigenlijk op alle dieptepunten, hoogtepunten van de familie? Nou, dat zou ik dus niet zeggen. Ja. Het zijn toch ook vaak de Terlindes. Ook, ja. Maar het was heel opmerkelijk dat hij gevraagd werd in 2002 bij de uitvaart van prins Klaus. Mm-hmm. Dat had hij zelf niet eens verwacht. Terwijl ze wel heel lang bevriend zijn. Echt sinds de jaren 60. Toen de Drakenstein-bijeenkomsten begonnen met prinses Beatrix toen nog. Yeah. En prins Klaus nodigde schrijvers en dichters en kunstenaars uit. Daar zat hij bij. Sindsdien zijn ze bevriend geraakt. En hij bleef Klaus ook opzoeken toen hij depressief werd en regelmatig in het ziekenhuis lag. Ja. Ja, ik heb zijn toespraak nog teruggeluisterd vandaag. En dan hoor je ook wat een prediker het was. Dat hij ook die gelegenheid te baat nam om ook iets te zeggen over God. En ook iets te zeggen over solidariteit. Hij kon dat ook zo met echte grote nadruk zeggen.
Ja. Precies. En hoe leeft hij nu voort ook binnen jullie in de kerk? Bij de kerk? Nou ja, wij hebben een liedboek en er staan liederen in van verschillende mensen, maar ik denk dat driekwart daarvan van hem is. En er staat dan geen naam bij. Dus Thomas van Aquino in de middeleeuwen, die had het dan over de filosoof. En dat was dan Aristoteles. En bij ons hebben we het eigenlijk over de dichter. En dat is dan Huub Oosterhuis. Mooi. Gisteren, eerste paasdag, overleed de bekende theoloog en lieddichter Huub Oosterhuis. Hij wist miljoenen gelovigen te inspireren. Kijkt u naar een In Memoriam. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter? Meer dan 700 liedteksten schreef hij, die mensen in het hart raakten. Zijn dochter Treintje zong ze ook, hier in een vol carré, toen vader 85 werd. Weet jij mij beter dan ik? Dan zit je daar met alle mensen die jou lief zijn en dan komt jouw dochter op, die kan je van een dochter, en die zingt dan jou zo toe. Wat dacht je toen? Wat ik dacht? Ja, wat dacht je? Wat ik dacht, je kent me. Jij kent mij, dacht je? Ja, dat dacht ik. Ja? Ja, natuurlijk. Ogen die door de zon heen kijken, zoekend naar de plek waar ik woon. Ik was verbonden aan het Maartenscollege, Jezuïtencollege in Groningen. Daar waren verplichte missen en verplichte zondagavonddienstjes. Dat ging allemaal in het Latijn. Dat was op. En ze vroegen me, maak jij eens wat met de Bijbel erin, in het Nederlands. Nou ja, dat heb ik toen gedaan. Zolang er mensen zijn op aarde, op de fiets naar Winsum en terug. En met een paar jongens die orgeltjes speelden en saxofoon, dat uitgevoerd. En de week erop een ander liedje. Maar daar en had je natuurlijk wel een idee bij. Je zegt, ja, toevallige aanleiding. Maar het is nog steeds veel gezongen lied. Kernachtig lied ook. Ja, maar ik wist niet dat het begin zou zijn van een levenswerk. Huub Oosterhuis werd geboren in 1933 in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Hij was de tweede zoon in een gezin van vier. Met zijn vader, die accountant was, ging hij vaak naar de mis. We gingen naar de kerk, een katholiek gezin, een pastoor in de kerk die de moed erin hield tegen alle ellende in. Ja, ik voelde me daarin thuis. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar ik was er gelukkig in. Mijn vader was een stevige, gelovige man. Mijn moeder was een gelovige vrouw. Als 9-jarig jongetje zag hij in de oorlog met eigen ogen hoe Joodse buurtgenoten werden weggevoerd. Het was een ervaring die zijn kijk op de wereld zou bepalen. Om 10 uur zag je de Joden uit hun huizen komen. En door het poortje met koffers en pannen in zakken. En ze waren gewaarschuwd 's nachts om 5 uur dat ze om 10 uur verschijnen moesten. En uit de hele buurt werden dus Joden hierheen gedreven op een hoop. En zo in de middag verdwenen ze, de meeste, door dat poortje. Want daarachter liep een tram. En dan werden ze met een tram naar het Muiderpoort of naar het Oosterdok vervoerd. En vervolgens naar Westerbork. Ja, het was een schaamteloze toestand natuurlijk. Heeft het uw denken bepaald? Ja. In welke zin? Ja, ik ben het nooit vergeten. En je hebt dus gezien hoe mensen met mensen omgaan. Wat dat is om geen macht te hebben, niet te kunnen vluchten, gewoon als vee te worden opgedreven. Dat heb je gezien. Ik zie het nog, allemaal. Het zijn eeuwige dagen, die gaan niet over. Op zijn 18e trad Oosterhuis in bij de Jezuïeten.
Ik reken het dan uit, als je nou 23 was en je werd priester, en 24 pastoren, 25 deken en 26 bisschop, dan kon je misschien wel op je 30ste paus zijn. Zo. Nou, mijn moeder vond dat zeer hoogmoedig. Ga je schamen, zei ze dan. In 1964 werd Oosterhuis tot priester gewijd. Ik trad in met 18 jongens van mijn leeftijd. De grote vraag die daar aan de orde kwam, dat is: wie ben jij? Ben jij bereid om jezelf prijs te geven voor die dienst aan de kerk, aan God, aan de paus? Ga zo maar door. De kerk veranderde in die tijd ingrijpend. Na het Tweede Vaticaans Concilie waren de vieringen vooral in het Nederlands en niet meer in het Latijn. Dit bood kansen voor Oosterhuis. Hij ontwikkelde zich tot een eigenzinnige schrijver van vele onvergetelijke kerkliederen. Ik studeerde Nederlands, maar langzaam maar zeker werd het me duidelijk dat het wel eens een levensopdracht zou kunnen zijn. Ik heb, toen ik dat eenmaal inzag, mijn studie Nederlands afgebroken, kandidaats gedaan en ben theologie gaan studeren. Wat hoorde daarvoor gevoel bij? Wat voor ader ging er? Ja, er ging ook een oud verlangen in vervulling. Ik had, toen ik als jongen begon met schrijven, gedichten maken, toch ook een soort hang naar het lied. Ik had een arsenaal van melodieën in mijn hoofd. En toen ik begon met mijn eigen lied, toen nam ik die melodieën om daar een tekst op te maken. Dus er was al iets van dat lied en was er in me. Er zong al wat. Er zong al wat en, ja. En het idee dat je als dichter ook gezongen wordt, dat was toch vrij algemeen onder dichters wel een mogelijkheid. Hè? Ja. Neem mijn lied als uw hart, schreef Lutjeberg. Vond ik een mooi levensmotto. Een nieuwe wereld, een andere samenleving dan deze. Dat is langzaam maar zeker steeds meer mijn thema geworden. Licht dat ons aanstoot in de morgen. Voortijdig licht waarin wij staan. Koud, een voor een en ongeborgen. Licht overdek mij, vuur mij aan. Word je er blij van als je het hoort? Ja, het is een heel hoopvol lied, hè? Ja. Met name de tweede strofe. Of ergens al een wereld daagt waar mensen waardig leven mogen. Ja. Waar mensen waardig leven mogen. En elk zijn naam in vrede draagt. Hoor jij die hoop er ook in? Ik hoor in heel veel liedjes die hoop. Kijk, hij heeft de oorlog meegemaakt. En ik denk dat dat zijn leven heeft getekend. En ook zijn kijk op de wereld. Hij heeft altijd heel erg sterk solidariteitsgevoel. Een soort collectief geweten. Wat weigert de hoop op te geven. Als je die hoop niet meer hebt, dan verlies je het licht. In 1969 was Oosterhuis studentenpastor in Amsterdam. Er ontstond een conflict met de leiding van de katholieke kerk. Oosterhuis steunde openlijk een collega die zich niet langer aan het celibaat wilde houden en wilde trouwen. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat sommigen van u zich herkennen in onze keuze om op dit moment ons openlijk te distantiëren van de officiële kerk zoals zij zich in deze concrete situatie doet gelden. Tegelijkertijd echter zullen diegenen misschien samen met ons diensten als deze willen blijven houden. Maar dan als een nog vrijere opstelling dan tot nu toe. Dat wil zeggen, buiten de verantwoordelijkheid van de bisschop van Haarlem. Kort daarna trouwde Oosterhuis zelf ook. Hij werd uit de jezuïetenorde gezet. Hij kreeg 2 kinderen, Tjeerd en Treintje. Had je eigenlijk iets voorgenomen over dat vaderschap en hoe je dat wilde
doen? Ik heb dat vaderschap toen ik begon aan mijn priesterstudie en wist dat ik celibatair zou moeten leven, heb ik dat vaderschap geofferd. Zo werd me dat ook voorgehouden. Je moest je kinderen, je mogelijke kinderen, offeren. En daar ben ik doorheen gegroeid, door dat inzicht. En je weet het pas wanneer ze er zijn. Hoe belangrijk het is. Hoe belangrijk het is en hoe je... Want jij kunt je waarschijnlijk nu niet meer voorstellen dat je het niet zou zijn. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat heb ik me eigenlijk nooit kunnen voorstellen. Ja, dat was iets absurds eigenlijk. De liederen van Oosterhuis zijn altijd populair gebleven. Al worden ze nu iets minder gezongen. De Rooms-Katholieke Kerk deed ze in de ban. Ze zouden te veel over gerechtigheid gaan en te weinig over aanbidding. In een persoonlijke brief maakte paus Franciscus 2 jaar geleden een gebaar van verzoening. Maar toch bleven Oosterhuis liederen verboden. Oosterhuis was altijd fel maatschappelijk betrokken. Dat bleek ook bij de Schipholbrand in 2005. Wij zijn hier uit schaamte. De Schipholbrand was het dieptepunt van 20 jaar vreemdelingenbeleid. Onze inzet is om er een keerpunt van te maken. Wat kunnen wij doen om in Nederland een menselijker beleid af te dwingen? Is dit Huub de profeet? Nou, zo denk ik helemaal niet over mezelf. Er zijn momenten waarop iets gezegd moet worden. Ik ben daarvoor gevraagd. Ik ben dus op bepaalde momenten de laatste jaren de woordvoerder geweest van duizenden mensen die met asielzoekers bezig zijn, die detentieboten proberen te vermenselijken enzovoort. En die 26.000 van het generaal pardon hebben bijgestaan op allerlei manieren. In Amsterdam richtte Oosterhuis diverse culturele centra op. De Nieuwe Liefde was de laatste. En bij de opening daarvan was koningin Beatrix aanwezig. Majesteit, dierbare koningin Beatrix, zo is het en zo voelt het. En waarom zou ik het dan zo niet zeggen? De zachte krachten zullen zeker winnen. Naar volmaakte liefde stijgt alles mee. De zachte krachten zullen zeker winnen. Naar volmaakte liefde stijgt alles mee. Dat zijn regels van Henriette Roland Holst. En die zijn een beetje het motto van de Nieuwe Liefde. U heeft al heel veel meegemaakt. Gelooft u dat echt? Ik geloof het echt. Misschien duurt het nog 3 miljoen jaar, maar het zal. Weet jij wie God is? Of is het ook elke keer weer opnieuw woorden vinden? Ja, ik heb ervoor gekozen om, als het over God gaat, de God van de Bijbel te aan te halen. Mm-hmm. Vertrouw je daar ook op? Ja, ik heb in mijn jeugd geleerd om daarop te vertrouwen. Mm-hmm. Hè? In barre omstandigheden. En dat gaat dan niet meer weg. Jij hebt gesproken tijdens de bijzettingsplechtigheid van prins Klaus. Misschien vind je het gek, maar toen ik jou daar zag lopen, vooraan, naast Karel ter Linde, toen dacht ik, zo, die hebben lef, dat Koninklijk Huis. Om daar jou, met toch een uitgesproken politiek profiel, voor te vragen. Ja. Voelde jij dat ook als een moedige daad? Nou, ik wist dat Klaus dat graag wilde. Mm-hmm.
Op Koninginnedag van dit jaar keken wij op zijn kamer in het AMC naar de televisie. Het geluid stond zacht. Daar zijn ze, zei hij. Moet je ze zien? Ze doen het goed. En daar stond ik, wees hij. Dat was mijn plaats, naast haar. Hij straalde. Jullie kennen elkaar echt goed. Ja. Wat raakte je in Klaus? Hij was integer. Dat is toch zeldzaam, dat mensen dat zijn. Hij was dat. En we kennen elkaar vanaf 68, toen bij een toevallige ontmoeting min of meer. En dat heeft zich doorgezet. En met name in zijn crisisjaren, eerst in 80 en toen zijn laatste jaren, heb ik veel met hem gepraat. Hem overkwam het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen, zei hij in 1986. Aarde donker, de zon. En daarna overkwam het hem weer. En volgde de afbraak van zijn lichaam en van zijn spraakvermogen. Dat alles heeft hem, zelfs in de zwaarste maanden, niet tot een bitter en cynisch mens gemaakt. En niet zielig. Was je zijn pastoor of waren jullie vrienden? Was er? Ja, we waren vrienden, maar dat ging vanzelf over in... Ik zou dan weer niet zeggen dat ik zijn pastoor was, hè, maar nou ja, goed, we konden... Nou ja, er waren momenten dat hij... dat hij eigenlijk niet goed kon praten meer. En dan zei hij, lees maar wat voor. Mm-hmm. En dan las ik psalmen voor. Dan probeerde ik het zo te zeggen dat hij het kon beamen. Mm-hmm. Daar had hij een mooi gebaar voor. Deed hij zo. Wat dan bedoelde hij? Ja, dat hij ook instemde. Uh-huh. Dat was goed. Herkenning. Ja. Waar zat de herkenning tussen jullie? Ja, we dachten toch wel heel erg parallel over heel veel dingen. Hij was een hele bewogen, socialistisch voelende man. Dat zou hij natuurlijk zo niet zeggen, hè? Mm-hmm. Dus dat moet je ook. Maar daar kwam het op neer. Er is één gedicht waarvan ik het fijn zou vinden als je het zou willen lezen. Het gedicht Ik droomde u. Ik weet niet of het jouw eerste keuze is, maar laten we kijken wat er gebeurt. Ik droomde u van jongs af aan, mijn vader die mij draagt en kent. Ik was nog niet gebaard in pijn, gij hield uw handen om mij heen. Waar zijt gij, nu ik oud en wijs, niet weet hoe ik mij houden moet. Dit heb ik over u gedacht. Zoals een man zijn kinderen draagt en op zijn schouders tilt en zingt en weet dat zij ontroostbaar zijn, zo draagt gij mij en zingt mij toe en stemt mijn ziel af op geluk en laat mij vallen in de dood. Hoe zou ik weten wie gij zijt? Je hebt het zelf geschreven, maar wat zegt het je? Ik heb het geschreven in een hele andere fase van mijn leven. Mm-hmm. Toen ik misschien wel meer met de dood bezig was dan nu. Mm-hmm. Ik denk omdat mijn kinderen toen klein waren. Ik heb in die jaren ook een bijna dodelijk ongeluk gehad. En daarna is dit geschreven.
Dus het was toen. Mm. Het is natuurlijk nog wel. De dood is natuurlijk de absolute laatste grens. Ja, het moet er toch een keer van komen, zeg je. De dood. Maar goed, nu nog niet, want er moet nog veel gedaan worden. Wat ik wel denk, voel, als ik je teksten lees, dan denk ik, en dan weet ik ook, dat mensen daaraan kracht ontlenen. Dat het ze als het ware net boven de afgrond houdt, vaak. Dat is de kracht van die woorden. Heb jij ook dat soort woorden? Die je net blijven dragen als het bijna niet meer gaat? Ja, dat zijn dan toch hele... Dat klinkt nou gek misschien, maar dat zijn woorden in het Latijn. Ja? Ja. In paradisum deducante angeli. Met name die teksten van die Latijnse requiem, dat die... Ja, die kan ik ademen. Die zijn er altijd, ja. Mm-hmm. Ja. Ja, dat in paradisum is... Een van de grootste liederen van de geschiedenis. Hè? Ook die melodie. Maar dat is zo'n enorm visioen. Hè? En dat, daar wordt ook die arme Lazarus genoemd. Hè? Die niet mee mocht eten van de kruimels die van de tafel van de rijke vrek vielen. Hè? Dus het is een lied over de diepste verworpenheid. En die verworpene... Die worden door de engelen ontvangen. Ja, ja. Hè? Maar is dat ook ironie dat bij wijze van spreken bij de uitvaart van Huub Oosterhuis zijn eigen liederen niet gezongen hoeven worden? Oh, dat hoeft niet, maar ik ga er niet over. Dat heb ik me voorgenomen. Hè? Nee, ik ga niet zeggen dat bijvoorbeeld of dat. Nee. Is het dit wat ik gewild heb, dat mensen zich dat in alle toonaarden en toonsoorten zouden realiseren? Ja. Is dat jouw bijdrage? Ja. Ja, daar gaat het over. Dit overschot van stof van de aarde, dit was mijn liefde, hier ben ik. Het gaat er toch ook weer over dat je er mag zijn zoals je bent, in je onvolmaaktheid. In je volmaaktheid, in alles wat er is gebeurd. En dat kan je aan het einde van je leven, kan je daarop terugblikken. Maar je kan het ook nu voelen. Je kan dat ook nu in relatie tot mensen om je heen ervaren, die tekst. Voor mij is het een hele actuele tekst. Dit was mijn...